Goedemorgen allemaal en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag 13 december en vandaag ga ik naar school toe. Ik heb niet zo'n lange dag tot 2:30 en vanavond is het lichtjesavond in Delft en dan zijn het allemaal mooie lampjes en zo in Delft. Daar ga ik heen met Sophie en mijn ouders. Super gezellig en dit is wat ik aan heb. Deze sweater van H&M, broek Bershka en schoenen Zara. En ik ga zo meteen eerst mijn tas even inpakken snel. Even laatste dingetjes pakken. En dan gaan we weer naar school toe. En jullie gaan weer mee in mijn week. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst de adventkalender. Oké, hier is vakje nummer 13. En dit zit erin, een heel schattig beer. Onderweg naar lichtjesavond. Het is nu avond en we gaan naar lichtjesavond. Klinkt heel raar. Maar het is heel gezellig in de stad. Overal lampjes en zo. Super gezellig. En ik ben met Sophie, maar Sophie wil niet op camera. En we zijn lekker aan het lopen. Dus yo. Heeft kuren met scherpstellen. Ik kwam thuis. Ik wist trouwens dat mijn pakketje kwam van de bol.com. Maar tot een grote verbazing kwam ook mijn H&M bestelling binnen. Die ik vorige week had besteld. Dus dat ga ik lekker met jullie unboxen. Dus let's go. Oké, jullie staan nu even op een soort statiefje. Ik ga nu mijn pakketjes uitpakken van de H&M en van bol.com. Oké, laten we beginnen met de H&M. De kleine zak in vergelijking met de voorgaan. Oh mijn god, ik zie het al. Oké, als eerste zie ik een basic zwart shirtje. Maar die laat ik in de verpakking. Want die neem ik niet. Deze heb ik alleen maar bijbesteld voor de verzendkosten, dat het wat minder werd. Want het was dan uiteindelijk iets van, dan kregen die korting niet, laat ik het zo zeggen. En toen apart heb ik nog een heel leuk telefoonhoesje gekocht met allemaal kerstmannetjes erop. En deze vind ik zo ontzettend, wow, gaaf. Wacht even, waarom moet dit open? Zo, die is bijna open. Dit telefoonhoesje. Ga ik deze ook nog even openen. Volgens mij, dit is voor de iPhone 6. En ik heb btw een iPhone 6. Het is een telefoonhoesje met allemaal kerstmannetjes erop. Die vind ik heel erg leuk. Die ga ik zeker op mijn iPhone doen. En dan gaan we nu over op de bol.com bestelling. En volgens mij is die al open. Het is trouwens een boek van twee YouTubers die ik al best wel lang wilde. Het is het boek van Jack & Jack. En ik ben er zo ontzettend blij mee. En ik ga dit echt zo vaak lezen. Dus ik heb het boek van Jack en Jack. En dit was de unboxing. Ik ben er echt zo blij mee. Ik heb het namelijk allemaal gehad voor kerst. En ik mocht wat dingetjes bestellen. En laat me even weten waar jullie vaak shoppen. Ik heb nu geshopt bij de bol.com en bij de H&M. En ik ben super blij met het boek. Ik ga zo even de bladzijden door. En een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag zaterdag
17 december. En vandaag ga ik naar Utrecht toe. Want vandaag is het kerstconcert van Be Brave. Dus dag 1 van het kerstconcert van Be Brave. En vanavond heb ik een feestje met Ines, Cindy, Sophie en misschien Jamira. Gaan we pizza eten en dat soort dingen. Maar ik ga zo meteen eerst fietsen naar het station. Dan ga ik op naar Utrecht. Dus ik aan heb deze trui. Mijn broek komt van de Bershka. En mijn fans. Want ik moet schoenen aan doen. Of soms zelfs schoenen aan doen. Waar ik hard op kan rennen. Dus ik neem jullie mee naar Utrecht. Oké, ik ben in Utrecht nu. Ik ben met Naomi, Laura. En daar loopt in de verte Titli en Samantha. En het is druk. Oh mijn god, is het hier? Ja. En ook ondertussen is ook Virtual Live. Dus dat is pas na BNN, hè? Op hetzelfde podium. Weet ik niet. Oh mijn god. Nee, maar als je... Hoor, die Gijsberg? Maar god. Nadia, Samantha, wij moeten tegen lang wachten. Nee. Kijk, Virtual Live, Be Brave. En daar ben Naomi. We gaan nu de hele grote hal in. Dus let's go, we gaan. Wow. Oh mijn god, oké. Nou, tot zo. Moeten wij hierin? Naad. Nadia. Naad, ik zie je zo. Ik zit wel net. Hou twee plekjes bezet. Oké, doei. Drie. Sorry. Dus let's go, we gaan naar binnen. Heb je er zin in, Sam? Ja, echt wel. Bye. Ik vind het echt wel een gekke show, jullie? Ja. Naomi, kom dan! Ik wacht al even een nieuwe nummer. Hier is Naomi. Dag Naomi. Hoi. Heel goed zo. Ik ben hier. Wat vond je van de show? Ik word bang. Maar ik ga niet te veel zeggen. Jullie gaan het allemaal wel zien, denk ik. Binnenkort of morgen. Morgen is er nog een show. Ja, morgen. 12 uur. Nee. Be there. Oh, jammer, als jullie dit vlog zien is het een dag later. Dus het was gisteren en eergisteren. Don't be there. Maar ik hoop wel dat ik mag filmen voor de rest. En het wordt één groot feest. Nog. Hoop ik. Hoop ik.
En dat we van die scheidnummers gaan zien. Doei! Oké, dit is misschien een beetje voor onze tijd. Als we heel eerlijk zijn. Dankjewel, ja, misschien kennen ze deze wel. Shower to you, shower to you. En het is nu 9:15. 9:15 en ik ben met Cindy. Zie je in beeld of niet? Ja. En Sophie. Maar die wil niet op de camera. Maar Sophie zag je niet. Huh? Sophie zag je niet. Weet ik, Sophie wil ook niet op camera. Houdt er niet van, hè?
En het is echt gezellig, ik hou van Holland aan het kijken. En ja, het was super gezellig. Wat hier? Kijk, dit zat bij de kou. Doe op je ogen. Ze is op je beeld. Daar hebben we Sophie. Yay! Woehoe! Ik heb er, dit is wel echt super leuk. We hebben net ook trouwens boodschappen gedaan. We hebben taxi gehaald, en we hebben chips gehaald op, en we hebben chocola gehaald was op. Dus ja, ik zie jullie zo weer. Hele goede morgen allemaal, het is vandaag zondag. Het is nu eigenlijk pas middag, het is middag tussen 3 uur. En het is de dag nadat het kerstconcert was van Be Brave. Ik heb het onwijs naar mijn zin gehad. En de filmavond gisteravond was ook heel gezellig. Maar wat ik jullie nog niet heb verteld is dat ik ben uitgenodigd om morgen, dus in de weekvlog van volgende week, maandag. Dus morgen voor mij en voor jullie volgende week, maandag, naar de première van Onze Jongens te gaan. En echt super leuk met Be Brave en al die anderen. Super veel zin in. En daardoor ben ik ook even mijn outfit aan het zoeken, want het thema is black tie. Dus ik denk dat ik een zwarte broek aan ga doen met een wit blouseje en een soort van zwart overhemd ding en gewoon nette schoenen. Maar ik heb ook gewoon nog school tot 3. Dus ik denk dat ik dat op school of even in de trein snel ga switchen van schoenen en zo. Maar dat zie ik allemaal morgen wel. En ik ga nu even een uurtje liggen. Daar ben ik nu mee bezig. Het is nu rond 3 uur. En ik ga heerlijk even tot 4 uur slapen. En dan daarna ga ik de vlog bewerken. En nog wat dingetjes doen voor school. Maar eerst is het weer tijd voor me. Yeah, yeah, yeah. En dan zie ik jullie zo weer. Ik krijg ook best wel vaak de vraag wat er op mijn iPhone staat. En daar ga ik binnenkort een video over maken. Maar ik krijg ook best wel vaak de vraag waar dit hoesje vandaan komt. Er staan allemaal kerstmannetjes op. En is voor de iPhone 6. En hij is super mooi. Deze komt van de H&M vandaan en ik heb hem toen ooit een keer gekocht voor echt in de sale voor 2 euro. Dus ik vond hem echt heel erg leuk voor mijn telefoon. Nou, zoals je kan zien lig ik nog in bed. Het is nu 8 uur, ik heb net gegeten. En ik ben ondertussen van een uur aan het bellen met Nadia. Anderhalf uur. Zeg het hoi. En ik heb net een foto op Insta geplaatst, maar Nadia vindt hem lelijk, want ik heb er een filter overheen gegooid en nu lijkt het net alsof ze zwart haar heeft. Niet alleen dat, heb je mijn hoofd gezien? En ze zegt net, had ik mijn choker daar al om? Ik zo, weet ik veel, denk het niet. Nee, ik had hem niet om. Oh mijn god, ja sowieso. Wie zegt dat? Samantha. Echt wel. Ik moet zo meteen ook nog de vlog gaan bewerken. Dus dat ga ik zo ook doen. En ik moet nog huiswerk maken. Maar dat ga ik zo ook nog even doen. Het is maar een tekening maken, dus op zich wel leuk. En ik heb zoveel zin in de première morgen. Woep. Wacht, ik kan gisteren die foto van net gescreend van jou. Welke? Wacht, ik ga hem nu op Insta gooien. Oké. Okay. Sta ik er goed op? Ja, alleen voor de helft. Hij was niet anders. Ik heb op Insta gegooid. Ja, ik heb alleen wel Demi eraf geknipt. Waardoor er maar half Utrecht staat. Half Utrecht? Ja, er staat Utrecht, maar dan de helft van de letters. Oh mijn god. Je weet dat ik nog steeds aan het vloggen ben, hè? Nee. Ik knip het er wel uit. Ja. Nou, ik ben dus als je ziet klaar met bellen met Nadia. En het is nu 9:15. Ik heb net lekker, even overpakken. Ik heb net lekker warme choco gemaakt. En met slagroom, maar de slagroom heb ik al op. En, ja,
Ik ga zo de vlog bewerken van gisteren. Van de weekvlog eigenlijk, maar de beelden importeren van gisteren. En dan kan die lekker exporteren. Dus bij deze sluit ik deze 41ste weekvlog af. Ik bedank jullie voor het kijken en ik zie jullie volgende keer weer. Doei!